Ik denk het belangrijkste vandaag is dat we de 3 punten meegepakt hebben naar huis. Het was niet ons beste match van het seizoen. Helemaal niet eigenlijk. Maar ik zeg, het belangrijkste is dat we de 3 punten hebben. In de eerste helft, onze eigen schuld eigenlijk. Ja. We laten ze te veel in de match komen, slechte controles, passen niet altijd zuiver gespeeld. En dan brengt u eigen een beetje in de problemen. Altijd seconden te laat op de bal. En ik denk dat we vooral onze eigen dagen gedaan hebben en dat we dan een klein beetje in de problemen komen en achter een bal moeten lopen. Maar de tweede helft hebben we ons wel redelijk herpakt, denk ik. Toch wat kansen, niet echt open kansen, maar toch een paar kansen bij ingespeeld. En ik denk dat we wel verdiend winnen vandaag met 2-0. Als je ziet, ze zijn bijna niet aan goal geweest. Zeker in de tweede helft niet dus. Ze hebben een geweldig ingezet. We hebben gespeeld als ploeg. We hebben druk gezet als ploeg. We hebben moeite gedaan. Hetgeen wat we de laatste weken zeker aan vast proberen te brengen. Die moeite, die inzet, die organisatie, die stond er volledig, die stond op punt. En dan is het spijtig dat we, ik denk rond het uur, dat tegendoelpunt krijgen. Een tegendoelpunt dat te vermijden was. En dan spreek ik niet alleen over onze ploeg, maar eigenlijk ook een beetje over de arbitrage eigenlijk. Maar ja, eens dat tegendoelpunt, dan weet je dat het moeilijk wordt. We maken heel weinig kansen. En dan wordt het heel moeilijk. Dan kunnen we ook niet meer terugkomen. En dan was het voor ons bijna over en uit. Ik ben heel tevreden met de 3 punten als je de 90 minuten bekijkt. Ik denk dat we vandaag absoluut niet onze beste wedstrijd gespeeld hebben. Ik denk dat dat nog een understatement is. Eerste helft waren we eigenlijk nergens. Kwamen overal te laat. Heel veel afval in ons spel. En dan, desondanks, creëren we toch nog een aantal halve kansjes waar we beter moeten mee omspringen. We geven ook wel niks weg, wat al wel positief is, ondanks het niveau van het spel. Tweede helft hebben we dan iets betere momenten, maar nog niet wat we willen zien. En ben ik toch heel blij dat die 2 doelpuntjes dan nog vallen en dat we de 3 punten kunnen meepakken naar huis. We wisten van in het begin dat we goed veel druk moesten zetten op Gent, omdat ze voetballend heel sterk zijn, dus dan konden ze niet voetballen. En we hebben dat heel goed gebracht en dan met de rust 0-0. Dus we geloofden echt in dat we het punt konden pakken. Nou ja, de tweede helft valt dan de 1-0. De 0-1. Offside, niet offside. Ja, spijtig dat die valt. Maar we zijn er toch goed voor blijven gaan. En ja, die tweede goal, dat is heel jammer. Maar ik denk dat we deze zeker moeten meepakken naar volgende week.